en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Thuisblijf Top 5. Waarin we je elke keer leuke tips geven over onze online boeken. Maar wat het thema is, dat ga ik lekker nog niet verklappen. Natuurlijk gaan we nu ook weer de spanning opbouwen. En we beginnen bij nummer 5. En dat is een gouden ouwe. Namelijk Minoes van Anje M. G. Schmid. Juffrouw Minoes was vroeger een poes, maar nu is ze een gewoon meisje. Toch zingt ze af en toe nog de oudmaalsong en spreekt ze nog prima kats. Dit laatste komt haar baas Tibbe, die in een krant schrijft, goed van pas. Op nummer 4 staat Lotte Laatmaar en de verwoestende puppy van Willeke Brouwer. Lotte droomt al jaren van een eigen puppy, waarvan ze foto's op Instagram kan posten. Als haar moeder iets doms zegt, roept Lotte heel hard, laat maar! Maar Lotte sluit een deal met haar moeder. Ik probeer jouw nieuwe vriend leuk te vinden als ik een puppy krijg. Op 3 staat Winston, kat met de geheime missie van Frauke Scheunman. Oh jee, kat Winston, Churchill, zit ineens in het lijf van zijn baasje Kira. Maar die bizarre wisseling, die biedt wel kansen. Want zo heeft Kira's moeder problemen met de politie. En wie kunnen er dan beter op onderzoek uitgaan dan een onschuldig meisje en een slimme kat? Nou, heb je al een idee wat het thema is? Ja, natuurlijk. Het thema is dieren. Op 2 staat het boek Een hondenleven van David Kirishi. Mos heeft een fijn leven, maar dan breekt de oorlog uit. En het huis waar Mos woont, plat gebombardeerd. Nooit geeft Mos de hoop op om zijn oude baasjes weer terug te vinden. De oorlog is al voorbij, als hij op een dag een heel bekende geur ruikt. Ja, tromgeroffel! Op 1, Alaska van Anna Woltz. Parker heeft een overval meegemaakt. En haar hond wordt ook nog eens van haar afgenomen. Wat een ellende. Maar bij haar in de klas komt Sven. En wat blijkt? Alaska, de hond die eerst van haar was, woont nu bij Sven als zijn hulphond. Overdag wil Parker niks te maken hebben met Sven. Dus zit er maar 1 ding op. Als ze Alaska ooit nog wil zien, moet dat 's nachts. Deze 5 beestachtig leuke boeken kun je allemaal als e-book lezen. Maar de boeken Alaska en Minoes zijn ook als luisterboek te krijgen. Heel veel leesplezier met deze 5 tips. Tot de volgende keer. Doeg!